Nicolien Schuitenmaker van de KNRM station Katwijk. We zijn hier op de allereerste open dag, of open avond van dit seizoen. Hè. Een leuke opkomst nu al, hè? Zeker, de zon is mooi gaan schijnen. Het is, op zee is het niet om te zwemmen, maar wel om te varen. En we hopen wat nieuwe donateurs te werven en wat mensen informatie te verstrekken over de KNRM. Vorig jaar op vakantie waren we ook op een boot geweest. Kom je uit Katwijk? Nee. Waar kom je vandaan? Uit Hellendoorn. En hier op vakantie? Ja. Kai, je zit achter het stuur van een echte boot. Ja. Vet, hè? Ja. Waarom is dat zo leuk? Omdat mijn vader erop zit. Zit je vader bij de KNRM? Ja. Oh, dan ben je al vaak op de boot geweest. Ja. Hoe vaak al? Papi! 10 keer. 10 keer? En wat is het allermooiste aan deze boot? Het stuur. Ja? Is het een stuur of een roer? Een roer. Hey, heel goed. En ben je ook wel eens op zee geweest al? Ja. Ja? Ja. Hoe was dat? Leuk. Waarom is dat zo leuk? Omdat het gewoon leuk is. Omdat het gewoon leuk is? Ja. Ben je al bij de andere wezen kijken, bij de ambulance en de brandweer? Ja. Wat vind je daarvan? En de politiejeep. De politie is er ook. Wil je later bij de politie of niet? Of ga je ook op de boot? Ik ga ook liever op de boot. Hoe ze zitten. Hoe ze zitten? Hoe zitten ze dan? Mijn papa werkt. Zo achter elkaar. Achter elkaar? Waarom moet dat? Weet je dat al? Nee. Ik weet het ook niet. Ik denk misschien weet jij dat. Kan je het laten zien? Kan je het uitleggen? Wees het maar aan. Jullie zoeken donateurs. Jullie zijn een vrijwilligersorganisatie. Werken die open avonden daar goed voor? Jazeker. Het is nu natuurlijk zomerseizoen, dus de zomervakantie. Er komen natuurlijk ontzettend veel mensen naar Katwijk. Katwijk is eigenlijk van oudsher een familiebadplaats. En we zien dat er steeds meer families ook deze kant op komen. En dan is het bezoek aan dit station is zeker iets wat op hun agenda staat. En wij geven ook aan alle hotels, restaurants en eigenlijk aan alle organisaties die mensen hier naartoe kunnen sturen de informatie. Wat hier te doen is, wie eraan meedoen. Er komen er nog twee, dus volgende week nog één en de week erop.